aan en dan druk je op de... Ja. Updateje. Kijk, als je jou zo zit, denk ik van nou, dit ziet er blits uit, die stoel ook, weet je. Ja, je denkt gewoon lekker chickie in een lekker bakkie. Ja, lekker chickie in een lekker bakkie. Lekker chickie in een bakkie. Kaas in een bakkie. Staat die goed? Ja, zit goed zo. Oké. Okay. Oh, maar zo'n auto valt ook op, weet je, als je nu hier door die straat heen rijdt. Oh, dit is echt grappig. Ja, sorry hoor. Ja, goed, ja, ja, maar ik heb dit nog niet... Ja, maar je hebt... Ja. Ik ben blij dat ik mijn slipons aan heb. Nou, kijk, hier zijn ze aan het voetballen nu. Nou, ik weet zeker, er staan ze allemaal te zwaaien. Kijk, ik denk van, dat is een mooie auto. Ja. En weet je, echt mensen omkijken. Oh, dit is wel leuk. Ik hou hier wel van. Tijd. Ik moet eerlijk zeggen, dit stuur is wel lekker. Heel, nou, toch? Ja, heel licht. In, ja, hè? Pak lekker in je hand. Ja, toch? Moet niet, zeg maar, als je echt indruk wil maken, weet je wel. Als je dan zegt van, nu ga ik echt. Nu is het echt over. Dat je gas geeft, dat je dan ineens alweer stopt. Ja, nee, ze merken niet dat je kwaad bent als je deze auto rijdt. Nou, als je hier lekker een uurtje, twee uurtjes in gaat rijden, ben je meteen in een andere wereld. Ja. Dat is het ook. Als je gewoon lekker gaat rijden en je hoort niks, radiootje uit, gewoon echt helemaal niks. Gewoon even met jezelf. Ga je gewoon een blokje om. Het is al ontspannen genoeg dan. Dit is wel echt ontspannen genoeg. Ja. Stap even in je auto. Als je een stressvol moment hebt. En alle stress die... Komt eruit. Komt eruit, ja. Hé, hey, Char, zeg nou zelf. Dit rijdt toch prima? Nou, meer dan prima. Dit is echt lekker. Ik zou dit ook echt aanraden aan iedereen. Mm-hmm. Nou ja, goed, als je dit dan voor het milieu kan doen en je hebt gewoon een superauto ervoor terug, dan heb je alleen maar een win-win situatie. Yin-yang. Oeh. Ja, maar er zit ook een power in, zeg. Nee. Van elektrisch, dat kun je niet voorstellen. Maar hoe zit het met mijn airmails als ik gewoon... zwaai. Ja, ik heb heel wat gespaard. Ik kan natuurlijk nu wat handdoeken uit gaan zoeken, maar die loop ik zo meteen allemaal mis. Ja. Nee, maar kijk, je ziet toch mensen wel een beetje omkijken. Ik heb nu tijd om even goed om me heen te kijken. Je ziet toch mensen denken van, hey. Ja, ik stop ook steeds. Ik wil ook graag dat ze naar ons kijken in deze auto. Ja, ze worden echt ik wil echt dat ze zien, kijk ons eens rijden. Kijk nou even wat voor een auto hier rijdt. Mm-hmm. Wacht, 1, 2. Ja, oh, ik ben heel snel. Goed zo, Char. Kijk, dat bedoel ik. Je wordt ook gewoon heel zeker in deze auto, weet je. Het is gewoon allemaal geen punt. Ik voel me ook heel stoer in deze auto. Ben ik het ook of niet? Ja, ik ben heel stoer, zeker. De binnenkant wel. Ja. Nee, absoluut. Dat is echt ruim, hè? Je zit ook heel veel ruimte naar voren. Dat waardoor die extra ruim lijkt, zeg maar. Je denkt als je hier rijdt, van dat je zo, je gaat op visite. Maar ja, sorry, we bellen even af en willen blijven rijden. Ja, dat je gewoon rondjes blijft rijden. Sorry, we komen volgende week, weet je wel. Dit is ook echt een hele goede bak voor werkgevers, hè. Als je voor in de buitendienst werkt, klopt. Dan is dit gewoon eigenlijk de ideale bak. Ja. Voor mij is het zelfs zo dat elektrische auto's geen bijtelling krijgen. Nee? In Nederland dan, hè. Dus ja, weet je, dat Europa is ook, die wordt er dus voor beloond, hè, als je dus een elektrische auto aanschaft. Dus als je dat nou in de orde van 0 tot 10, wat voor cijfer zou jij het dan geven, Charlotte? Ja, wel. Zal ik zelf zeggen wat ik ervan vind? Ja, ik denk een 8. Ja. Ik durf geen 9 te zeggen. Nee. Omdat voor mij, ik moet even wennen aan alles, in de wel positieve zin. Mm-hmm. Maar wel dat ik dan... het is gewoon helemaal nieuw voor je. Ja, het is net even, ik rijd er net een stukje in, maar het is echt wel... Als je zo te snel zou gaan rijden, dan denk ik echt dat je dan wel echt naar de 10 gaat. Ja, heerlijk. Ik vind het wel leuk, zo'n rit door de stad Amsterdam. Eindelijk is een keer gewoon lekker, zonder dat ik gestoord word door het geluid. Het is lekker van de stad genieten. Ja, lekker. Nou, Char, hartstikke prima. En je hebt goed gereden, joh. Ja, maar het is ook niet zo moeilijk in deze auto. Nee, ik wou net zeggen. Het is eigenlijk, iedereen kan hier gewoon in rijden. Handrem, hey. Oh ja, een camera zit er ook gewoon in. Dat is voor achteruit parkeren natuurlijk, ja. Oh, dat is echt gaaf.